Het is iets over zes, we zijn in Amsterdam-Noord. Het is tijd voor De Speld Live. Met uw gast hier, niemand minder dan Nathan de Groot. Jawel. Jawel, dank u wel. Leuk dat jullie er allemaal nog zijn. Sommigen zijn hier al vanaf 2 uur. Even hand omhoog als je hier al vanaf 2 uur bent. Kijk, inderdaad. Wie zijn er iets later rond 4 uur gekomen? Misschien ook nog een paar mensen. Oké, 10 ongeveer. En wie zijn er speciaal voor ons gekomen nu op het laatst? Ja, ja, mooi dat er in ieder geval 1 iemand is. Ja. Hoe heet je? Jannik. Dankjewel, Jannik. We gaan misschien straks iets speciaals doen nog met jou. Maar ik zou in ieder geval tot het eind blijven in deze show. Het is vandaag over verschillende onderwerpen gegaan. En een van de onderwerpen die mij intrigeerde was design waste. Slecht design waste ook. En ja, er was ook iemand die bijvoorbeeld een soort futuristische buis voor had gesteld, waardoor je dan heel snel en op tijd naar je werk kon komen. Nou, dat op zich natuurlijk fantastisch, maar het lijkt me een vrij onrealistisch idee. Maar goed, genoeg even over de Noord-Zuidlijn. We gaan verder nog even iets zeggen over lelijk design. En dat schijnt ook heel effectief te zijn. Waarom is lelijk design effectief en werkt dat in de mode bijvoorbeeld niet? Bijvoorbeeld als Jannik inderdaad, als ik tegen jou zeg, wat heb jij een afschuwelijke broek aan, maar hij is wel effectief, dan zie je dat het dus echt gebonden is aan design en dus niet in de mode werkt. Dus dat lijkt me in ieder geval een takeaway dat je straks in ieder geval niet voor niets hier bent geweest. We gaan vandaag nog meer doen, alsof dit nog niet genoeg is. We gaan ook in gesprek met hoogleraar concept design Jeroen van Erp en met hoofdredacteur van De Speld Jochem van den Berg. Maar voordat we dat doen, we hebben natuurlijk heel de tijd binnen gezeten. Wat is er buiten allemaal gebeurd? Niemand minder dan Michiel IJsboud praat ons bij en geeft ons een update van het nieuws. Jawel! Om te voorkomen. Om te voorkomen dat stelletjes moeten ruzie maken in de auto, komt TomTom nu met een zelfruziënde routeplanner. De kibbelfunctie speelt de meningsverschillen geheel automatisch af en is uitgerust met toenemende irritatie, passief-agressieve stiltes en Jezus! En dan. Onderzoekers zijn erin geslaagd om 9 kilo 3D geprint kweekvlees met de lichtsnelheid door een gekloonde deeltjesversneller te sturen. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er dan precies gebeurt. Maar volgens het team is het voor toekomstige missies naar andere sterrenstelsels van groot belang om te weten of geprint kweekvlees sappig genoeg blijft voor consumptie. En dan. Een internationaal team wetenschappers heeft ontdekt waarvoor het kleinere vakje in de zeepla van de wasmachine dient. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met de voorwas of misschien de wolwas of zoiets. Hoofdonderzoeker Bert Bokhoven zegt, het is nu duidelijk, het linkervakje, daar moet het wasmiddel in. Althans, soms is het linkervakje het middelste vakje. Of het rechtervak, als je natuurlijk een bovenlader hebt. En dat hangt ook een beetje van het model af. Behalve als je 2 streepjes ziet, dan moet daar de wasverzachter in. Soms is er ook een optie met 3 streepjes, die zie je ook steeds vaker. Het is eigenlijk net wat je wilt. En dan, tot slot, graag uw aandacht voor een bericht van onze overheid. Vanaf 1 januari 2014 gaat de overheid burgers coachen bij hun alledaagse bezigheden. Dat gebeurt met behulp van drones. Zo bent u ervan verzekerd dat uw hele doen en laten in goede banen geleid wordt. Niet alle burgers hebben voldoende moreel besef of zelfkritisch vermogen. Voor die mensen biedt de drone een handig en veilig alternatief. Eventuele misstappen worden automatisch en real-time gecorrigeerd. We helpen u graag op weg. Op het punt om staatsgeheimen te lekken? Ook dan is de drone alert en doelgericht. De drone doet het gewoon. Voor een veiliger Nederland. Jawel. Goed, dan ga ik nu snel in gesprek en terugblikken op vandaag met niemand minder dan professor of concept design aan de TU Delft, Jeroen van Erp. Ja, we gaan staan. Lekker actief, okay, het is al zo laat. Met een flesje, hè?
Heb jij een flesje? Ja, met een flesje is belangrijk. Ik heb dorst, maar ja. Ik heb het gewoon gekopieerd van de rest vandaag. Hartstikke goed. Ja. Ik heb jouw naam hier op de slide gezet ook. Ja, goed geschreven. Ja, ja, mooi. Ja. Ik wil even weten, hoe heb jij vandaag meegemaakt? Ik heb in de aankondiging gezien, even heroes need a day off. Ja, mooi toch? Heb jij helden gezien vandaag? Misschien een beetje confronterend bij? Ja, ik heb wel helden gezien. Noem maar eens 3. Ik noem er 2. Oké, 2. Ik moet altijd iets anders doen dan wat je vraagt. Oké. 2. Nou, ik vond Tim van de Hyperloop, vind ik een held. Ja? Omdat hij gewoon denkt, WTF, ik ga dit gewoon doen. Ik ga gewoon die malle Elon Musk achterna. Met zijn debiele idee van die Hyperloop. Ik mijn studie aan gort en ik ga het gewoon doen. En dat vind ik wel mooi. Want ik vond het zo opvallend. Ik heb te vaak gehoord, we have a deadline. En die Tim, die zegt, fuck the deadline. Ja. Ik ga gewoon doen wat ik wil. Ja, hij heeft een contest en een tijdspad, maar dat is iets anders. En wie was je tweede held? En de tweede held is Arnold Smulders. Ja? Omdat die, kijk, waar ik altijd een beetje verdrietig van word, is van dat singularity denken. Daar word je verdrietig van? Ja, daar word ik heel verdrietig van. Want in 2043, als ik dat allemaal moet geloven, dan gaan jij en ik kunnen vanaf dat moment voortleven op een harde schijf, wat al onze problemen zijn opgelost. En eigenlijk wat die Smulders de hele tijd zei, oh, maar dat is allemaal veel te ingewikkeld, oh, maar dat kunnen computers nog lang niet. Betekenis geven aan iets wat we zien, oh nee. Dus die gaf eigenlijk het anti-geluid. En dat vond ik eigenlijk zo fijn, want eigenlijk kon hij net een koe herkennen, maar dan hield het wel op. Ja. En dat bracht hij heel, heel slim. Oké, dus die twee helden die hebben inderdaad... Die vond ik er echt uitspringen. Ja? Echt, met kop en schouders. En natuurlijk mijn collega Gert als Berghuis die Arnold Smulders interviewde. Nou, dan hebben we er toch 3. Ja, mooi. Ja, ja. Heel goed. en wie zijn nou echt de anti... Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet kijken naar de anti-helden. Ik wil wel even weten, je komt natuurlijk uit een omgeving... je bent natuurlijk ook ondernemer, maar je staat hier als professor uit de TU Delft. En wat is nou het belangrijkste verschil tussen een dag op de TU Delft en een dag als deze? dag en nacht. Nou ja, wat een heel groot overeenkomst is heel veel nieuwsgierige mensen die heel graag iets willen weten, iets willen leren, heel enthousiast zijn. En dat is leuk met studenten aan de TU Delft. Ja. En hier dus ook? Ja, hier ook. Ja. Ik vind dat iedereen, kijk, iedereen is ook gebleven, is niemand weggelopen. Dat vind ik goed. Dat is zeker goed. En verder... Het is nog heel politiek correct. Hè? Ik wacht nog op het verschil tussen dag en nacht. En zij ook. Ik zie ook dat mensen inderdaad zich een beetje zorgen beginnen te maken. Maar wat kunnen mensen hier leren van jouw studenten? Ik heb wel een ander dingetje. Wat ik wel interessant vind, is ik vind wat ik een beetje voel. En met name als mensen uit de sector hier op het podium staan. Dan vind ik dat ze heel erg hun... eigenlijk heel erg briefings willen beantwoorden. En reclamefilmpjes maken. Terwijl ik denk, ja, vraag je dan nooit af. Hebben we niet genoeg reclamefilmpjes? Is het niet raar dat Facebook en Google allebei... afhankelijk zijn van reclameinkomsten. Het is veel interessanter om iets anders te maken, wat op een andere manier betekenisvol is. Daar vind ik wat Theo Delft en Tim doet heel erg leuk. Omdat ze gewoon echt met veel overtuiging zeggen van jongens, als we gewoon even een groot leren denken, dan kunnen we dit probleem oplossen of deze service bieden. En ik vond het reclamegehalte en toffe filmpjes maken en kijk eens, ik heb techniek, we kunnen dit. En dan denk ik, waarom? Okay. Dat kritische denken, wat ik vind dat wat studenten op dit moment op de universiteit heel erg hebben, dat vond ik een beetje ontbreken. Dat vond ik wel jammer. Dat is dus denk ik een punt van kritiek hier naar deze groep. Ben je aan het eind van deze dag nou optimistisch of pessimistisch? Misschien ben je het van nature een van de twee, maar als je dit gezien hebt... Ja, ik ben absoluut van het glas is half vol. Glas half vol? Ja, okay. Nee, ik ben ongelooflijk optimistisch. Ja? En ook na het zien van deze middag? Dus? Zeker. Hartstikke mooi. Ja. Als je nou deze community, hè, in Nederland, bijzondere community, is natuurlijk ook bijzonder dat die zo bij elkaar komen. Ja. Als je ze één ding mag meegeven van pak dat als probleem in de toekomst aan. Dit is je kans om de hele groep in één keer nog te adresseren. Ja, ik vind dat we gewoon, ik zei het net al een beetje, veel kritischer moeten zijn naar onze opdrachtgevers. Ja. Iedereen hier weet dat de waan van de dag is bizar. Hè. We worden een soort zwaartekracht naar het nu. En waar ons hart een sprongetje van maakt, is mensen die dat eigenlijk terzijde zetten, grotere, meer vergezichten hanteren. En ik zou de bureaus willen aanmoedigen om daar gewoon echt aandacht aan te besteden. We worden er allemaal heel erg blij van, maar we doen het gewoon echt veel te weinig. Duidelijk. Met dit appel wil ik ook afscheid nemen, want ik hoor dat we eruit moeten voor Breaking News. Dank Jeroen van Erp. Dank voor jouw terugblik. Ja.
Ja. Want ik hoor dat we op dit moment live verbinding hebben met Eindhoven. Ja. Ja, ik heb het maar. Ja, daar schijnt net een bijzonder product gepresenteerd te zijn. Oh. En als het goed is, is Michiel IJsbouts ter plaatse. Michiel, kun je mij horen? Ja, Nathan, ik kan je horen. Ja. Wat voor een product is daar net gelanceerd? Ja, Nathan, het is ongelooflijk. Het is revolutionair. Het is taboe doorbrekend. Het is eigenlijk iets wat geïntegreerd is in het moderne leven. En het symboliseert die jonge generatie. Hè? En het karakteriseert die generatie ook. En wat hier vandaag in Eindhoven is gepresenteerd, is iets wat door die uitdagingen die het presenteert, ophef, disruptie, kansen op nieuwe mogelijkheden biedt. Helder, oké. Okay, maar wat voor product is het precies? Ja, absoluut. Het is echt meer dan de som der delen. Ze hebben hier in Eindhoven eigenlijk nu korte metten gemaakt met die ouderwetse user-object gebruiksvoorwerp interactie. En echt iets nieuws gelanceerd. Iets nieuws waar wij niet mee zijn opgegroeid. Absoluut. Toch nogmaals de vraag, ook misschien voor de kijkers thuis. Waar hebben we het over? Ja, Nathan. Ja, we hebben het. Het is wel duidelijk dat jij niet weet wat er in Innovatieland momenteel bezig is. Want we hebben het natuurlijk over de nieuwe emmer. De nieuwe emmer is een gamechanger. Die echt breekt met de eendimensionaliteit van zijn voorganger, de oude emmer. En we kunnen gerust zeggen dat de emmer, zoals we die nu kenden, dood is. Maar dat uit de as van die oude emmer een nieuwe emmer herrezen is. Oké, okay, en wat is er dan precies zo nieuw aan die nieuwe emmer? We hebben er ook beelden van, geloof ik. Ja. Ja, Nathan. Nou, de emmer wordt sowieso weer een ervaring. De emmer wordt teruggegeven aan de gebruiker. En je zal zien dat er een verschuiving plaatsvindt van gebruik van de emmer naar ontmoeting met de emmer. En in die zin is de emmer eigenlijk brug en bruggenbouwer tegelijkertijd. Oké, okay, helder. Maar als leek, en ik zie Jannik ook kijken van ja, een emmer is toch gewoon een emmer. Is de emmerwereld nu echt op drift geraakt? Ja, de emmerwereld. Het is een aardverschuiving in de emmerwereld. Vergelijkbaar met, dat weet jij misschien nog, de jaren 90. Begin jaren 90 had je opeens die emmer met de uitstulping. Toen had iedereen gedacht dat zeg maar, de verbetering van het schenkprincipe aan zijn einde was gekomen. Maar nu is de ontwikkeling van de emmer als product echt voltooid. En toen is het een beetje toch stil gaan staan. En dat hebben we nu weer opgepikt hier in Eindhoven. Dus als ik het goed begrijp, is er echt een nieuw paradigma ontstaan voor de emmer? Zeker. Het is nu zien en gezien worden met de emmer. En eigenlijk is de emmer iets waar we niet meer omheen kunnen, de nieuwe emmer. En de nieuwe emmer emancipeert ook. Goed, dank voor dit moment, Michiel. Okay. Als het nodig is, komen we straks nog bij jou terug. Ik denk het niet. Dank voor dit moment vanuit Eindhoven, Michiel IJsbouts. Jawel. Ja, graag gedaan. En wij gaan verder met onze tweede gast. Niemand minder dan de hoofdredacteur van De Speld. Een daverend applaus voor Jochem van den Berg. Juist, Jochem. Allereerst, ik zie fronsende wenkbrauwen hier. Wat bescheiden ook van je dat je jezelf hebt uitgenodigd in je eigen show? Ik had ook een lezing kunnen geven van 3 kwartier. Nu gaan we het gewoon in 5 minuten doen, dan hebben we het maar gehad. Oké, ik hoop dat we het in 5 minuten kunnen houden. Laten we gelijk tot de kern doordringen. Wat is het geheim van De Speld? Ik denk dat we daar best wel kort over zijn. Er is geen geheim van De Speld. Ik denk wel, er zijn een paar dingen... Komt de choreograaf, ja. Dank u. Dat is in ieder geval het geheim van Michiel, ja. We doen een paar dingen waar misschien andere mensen iets van mee kunnen nemen. Wij beginnen met heel erg veel ideeën. En daar schrappen we echt 95% van. Voor een deel mijn ideeën ook, want ja, die worden zeker die ook jouw ideeën, Nathan. Ja. En een ander ding is dat we werken in een groep. En eigenlijk heeft de ander heel vaak gelijk. Dus als je zegt van, hey, ik heb hier een heel goed idee. En de ander zegt van, ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Dan heeft de ander eigenlijk per definitie gelijk. Dan heb jij het gewoon niet helder geformuleerd of uitgebeeld. En dat houdt de ego zo klein. En dat dwingt je elke keer om zo scherp en helder mogelijk te blijven. Oké, okay. En je kan ons verder geen kijkje in de keuken geven, dat blijft gewoon heel abstract? Ja, dat is eigenlijk altijd een bittere teleurstelling als je bij ons in de keuken gaat kijken. Dat is een beetje als een Chinese restaurant. Je gaat in de keuken kijken en dan
smaakt het toch net iets minder lekker. Dus ik laat het graag altijd hierbij. Oké. Wat, dit is natuurlijk een groot project afgesloten. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, nu even op mijn lauren rust op vakantie. Maar wat biedt de toekomst voor de speld nog? Ik denk dat de meeste mensen de speld echt voornamelijk kennen van tekst. En dat we nu heel hard bezig zijn om heel erg in te zetten op video. En we zijn ook aan de andere kant nog wat meer op commerciële dingen aan het werken. Dus precies die dingen waar Jeroen van Erp van zei, van, nou, dat moeten we dus eigenlijk niet doen. Precies wat ja, zei. Ja. Nou, dat tekent volgens mij ook precies de tegendraadsheid van de speld. En ik denk dat je daar al een duidelijk beeld van hebt gegeven. Heb je nog één ding wat je met de design community van Nederland wilt delen? Misschien iets over innovatie? Ik weet echt niks van innovatie. Ik volg eigenlijk de ontwikkelingen. Satire is van oudsher gewoon een secundair medium. En wij kunnen alleen voortbouwen op wat jullie maken. En op al die mooie reclamefilmpjes die jullie vandaag hebben laten zien bijvoorbeeld. Goed, dankjewel. Jochem van den Berg. Ja, en jullie zaten er natuurlijk eigenlijk al op te wachten. Ik zie het ook aan de vele gezichten die hier smachtend naar de PowerPoint aan het kijken zijn. Die denken, ja, we hebben die enquête ingevuld en we hebben daar de hele middag niks over gehoord. Nou, de meeste van jullie, 80%, heeft die enquête inderdaad ingevuld. Dank je wel daarvoor. En Michiel IJsbouts is hier om even de belangrijkste resultaten met jullie te delen. En we focussen ons op de resultaten van 2 kilometer en langer of door een bijzondere oorzaak. Michiel, ja, aan jou. Klopt. Vanwege de actualiteit ook. Dank jullie wel allemaal voor het invullen net bij de tweede koffiepauze. De resultaten van vandaag. Wat gaat u na vandaag met uw lelijke ontwerpen doen? Ongeveer 30% zegt we stellen een ter beschikking aan digital waste. Dan meer dan 50% zegt we gaan hem verkopen aan de klant omdat het zo bijzonder effectief is. En toch nog 10% zegt die gaan we gewoon cremeren. Dan iets over de rest van deze dag. Kunt u na vandaag beter out of the box denken vanuit een helikopterview om de meekoppenkansen te zien in het digitale domein? Nou, duidelijke vraag. 3,4% daarvan van jullie dus wil eerst de issues aanvliegen, dat snap ik ook wel. 40,6% heeft de capabilities in huis om dit soort zaken te tackelen. En 56% weigert hierover na te denken omdat de vraag niet constructief is afgekaderd en wil dit nu eerst gaan escaleren. Nou, dat wachten we dan denk ik maar af. Is Hengelo nodig? Vraag die ons allemaal bezighoudt. Eigenlijk ook buiten de community, maar we willen jullie toch even nog informeren. Nee zegt 64% en 36% zegt toch nog misschien. Opstekertje voor Hengelo. En dan voor de zekerheid vroegen we ook nog even aan u, hoeveel vertrouwen heeft u nog in het huidige tijdruimtecontinuum? En als je dan op dinsdag kijkt, dan zeggen mensen dit ongeveer. En dan richting het zuiden is het beeld toch weer iets anders. Maar naar het weekend toe en de borrel zie je toch een heel duidelijk beeld. Dus precies. Dus dat is ook wel duidelijk. Dan dat tenslotte vroegen we jullie nog, voelt u zich beperkt in uw keuzevrijheid? En daar was gelukkig 100% van de mensen het... niet mee eens, maar dat was dan ook de enige optie. Dus dank jullie wel voor het invullen en wij nemen dit mee ook naar toekomstige gelegenheden. Goed, dank je wel nogmaals. Dankjewel. Dankjewel, Michiel IJsbouts wederom. Ja, dan moeten we waarschijnlijk zonder muziek gaan aftitelen. Dus dan moet je eigenlijk je nu voorstellen dat er een soort lieder heel dramatisch begint te lopen. Dat de dorst bij het publiek toeneemt. Ja. En dat ik jullie nog één keer vraag om een groot applaus voor onze gasten van vandaag. Jochem van den Berg, Jeroen van Erp en natuurlijk onze razende reporter Michiel IJsbouts. En vergeet Nathan de Groot niet. Nathan de Groot, dankjewel.